Achilles bijna 100 jaar. Wat betekent dat voor jou en voor de club? Nou, voor de club is het natuurlijk allereerst een hartstikke mooie mijlpaal. 100 jaar, dat is een hartstikke mooi jubileum waar we met elkaar hartstikke trots op zijn. Voor mezelf is het ook erg mooi. Ik ben voorzitter van een club waar ik eigenlijk mijn hele leven al lid van ben. Dus dat maakt je trots als je dan op dit moment eigenlijk hier de boel als voorzitter mag zijn in ieder geval. En ja, dat vind ik hartstikke mooi. Maar wel jammer dat er nu niet gevierd kan worden. Wat hadden jullie zoal in petto gehad? Ja, we zijn zeker wel een beetje teleurgesteld. Uiteindelijk is het voor iedereen denk ik jammer op dit moment wat er allemaal niet kan. Maar tegelijkertijd is het ook wel een moment waarop niks kan voor niemand. Dus er is... Wat mooi dat ze de jeugd hier wel weer kan staan en weer kan korfballen. Ja, nu op dit moment dan zijn we hartstikke blij natuurlijk dat dat weer kan. En... Ja, want wat voor korfbalclub is Achilles? Waar zijn jullie eigenlijk begonnen? Nou, 100 jaar, dat is natuurlijk al heel lang geleden. Maar we zijn ooit ontstaan uit de gymnastiekvereniging Achilles Wil. En 100 jaar geleden, in 1920, mochten we in die vereniging toen voor het eerst de mannen en vrouwen samen gaan sporten. En zo zijn wij uiteindelijk daar uit ontstaan. Korfbal was op dat moment een sport in opkomst. Mannen en vrouwen samen, dus men vond dat leuk. Ja, en daar zijn wij eigenlijk door ontstaan. Ja, en jullie zitten al heel lang hier aan de Koedijk. Kun je uitleggen sinds wanneer en wat maakt het hier zo prettig om hier te korfballen? Nou, we zitten hier inderdaad al sinds de jaren 80. Dat is inderdaad al een hele lange tijd. We zijn ook hartstikke blij met ons complex. Steeds een beetje uitgebouwd of verbouwd. Het is gewoon hartstikke mooi geworden. En ook nu hebben we net een aanbouw gedaan. Je voelt je hier op een gegeven moment zo thuis. Je weet eigenlijk niet anders. En ik zelf ben hier ook groot geworden. Als klein kind liep ik hier al op de velden rond. En dat geldt eigenlijk voor heel veel mensen. Op een gegeven moment, dan is dit de plek waar Achilles zit. En, ik kan me eigenlijk ook niet anders voorstellen. Ja, want dat Achilles, dat blijft nog wel even. Hè? Want ook je dochter die speelt hier mee op de velden. Dus Achilles, dat blijft nog wel even doorgaan, ook al zijn ze 100. Ja, zeker. We gaan natuurlijk voor de 200. Nee, even zonder gekheid. Maar we willen en we zijn een gezonde vereniging. We hebben veel plezier met elkaar. En we hebben veel jeugd, leuke jeugd. Mijn dochter korfbalt inderdaad ook. Dat hoort zo'n beetje bij de korfbalsport natuurlijk. Dus ook echt een familiesport. En ik denk dat wij als vereniging ook echt een soort familievereniging. Of in ieder geval een hele warme vereniging zijn waar, waar het goed toeven is. Nu mag je op twee benen. Maar je kan je toch verder achter je 10 benen.